Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan om te onderzoeken of het niet een beetje moeilijker moet worden om naar de rechter te stappen. De staat der Nederlanden heeft de afgelopen jaren namelijk een aantal rechtszaken verloren, met name vanwege tekortschietend klimaat- en stikstofbeleid. En als je dat een paar keer overkomt, kun je natuurlijk twee dingen doen, alsnog beleid maken of gewoon de rechtsgang belemmeren. Daar hoefden 81 van de 150 Kamerleden niet lang over na te denken. Waarom moeilijk doen als het ook Poetin kan? Volgens onder andere de SGP die met de motie kwam, maar ook de VVD, het CDA, de PVV en Pieter moet het maar eens afgelopen zijn met activistische clubjes die via de rechter proberen de overheid aan de eigen afspraken te herinneren. Ze moeten eerst maar eens bewijzen dat ze namens iemand spreken, bijvoorbeeld door een flinke groep betalende leden te hebben. En ze moeten ook bewijzen dat ze zelf direct belanghebbenden zijn. Wat we hier zien is niet zomaar een motie. Dit is de geboorte van een heel nieuwe staatsvorm, de kapitalistische rechtsstaat. Je mag naar de rechter, maar alleen als er genoeg mensen voor betaald hebben. Je moet belangen hebben. Dat al die rechtszaken nou juist gingen om het publieke belang, omdat schone lucht en levende natuur voor iedereen in Nederland belangrijk zijn, betekent in de ogen van de christenkapitalisten dat er dus geen sprake was van een duidelijk belang. Dit is het wereldbeeld dat onze afgelopen jaren... in heel veel ellende heeft gestort. Het publieke belang is niemands belang. Zoals de publieke ruimte niemands ruimte is. En publieke voorzieningen niemands voorzieningen. Als niemand er geld aan verdient, kan het niet van waarde zijn. Het wordt misschien een beetje theoretisch... maar laten we een simpel voorbeeld geven. Vorige week riep VVD-Kamerlid Peter de Groot, vergeet die naam... dat Hugo de Jonge de achterstandswijken van de toekomst... over ons land aan het uitrollen is. Hugo de Jonge wil namelijk gemeenten kunnen verplichten... bij het bouwen van huizen minstens 30 sociale huur te bouwen. Je kan natuurlijk discussiëren over dat percentage. Ik weet niet of het te veel of te weinig is. Al lijkt 70% asociale huur maar wel heel veel. Maar een deel daarvan is natuurlijk ook nog krankzinnig koop. Hoe dan ook, volgens Peter de Groot was het een zekerheidje dat al die wijken verloederde achterbuurten gaan worden. Ik begrijp dat hij juist excuses heeft gemaakt voor die opmerking. Vanwege de stuitende, arrogante, harteloze leegte die daarin doorklonk. Al formuleerde hij dat net even anders. Maar los daarvan, het is ook gewoon een denkfout. Een achterstandswijk bouw je niet zomaar even. Daar zit jarenlang keihard werk. In. Je moet eerst liefdeloos bouwen op een plek buiten het centrum, want het centrum is voor pandjesbazen. Het idee dat je daar ook sociale huur kan bouwen om de boel een beetje te mengen is natuurlijk sowieso ondenkbaar. En vervolgens moet je zo'n wijk echt consequent verwaarlozen. Je moet bibliotheken sluiten, de buslijnen schrappen, niet te veel onderhoud plegen. Je moet de mensen echt het gevoel geven dat ze er niet toe doen. Dat hun belang gewoon niet groot genoeg is. Liefst ondersteund door landelijke maatregelen zoals bezuinigingen op de jeugdzorg of de wijkverpleging, beperkingen van de rechtsbijstand en zo nu en dan een denigerende opmerking van een zelfingenomen kamerlid. Schreeuw vervolgens moord en brand tegen die mensen... dat de klimaatactivist hun gehaktbal af wil pakken... en voilà, je hebt een groep mensen die zich niet alleen uitgespuugd voelt... maar met een beetje mazzel toch ook nog op je stemt. Peter de Groot doet alle inspanningen van zijn eigen partij echt tekort... door te doen alsof achterstandswijken vanzelf ontstaan. Ze zijn een keuze, het gevolg van dat wereldbeeld waar ik het net over had. Het publieke belang is niemands belang. Dan moet je zo min mogelijk kunnen uitgeven. Voor iedereen bouwen is voor niemand bouwen. Als je zo naar de wereld kijkt, ja, dan is het logisch... dat ook de rechter alleen maar bedoeld is voor mensen... Met een persoonlijk belang. Kijk, ik zou ook liever niet hebben dat de rechter zich de hele tijd over politiek beleid moet uitspreken. Zoals de critici bij elke uitspraak zeggen, de rechter moet niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Maar ja, iemand moet toch op de stoel van de politiek gaan zitten. Zelf maken ze totaal geen aanstalten. En het enige wat de rechter steeds doet, is de politiek houden aan de afspraken die ze zelf hebben gemaakt. Dat is nog het ergste van alles. Meneer Stoffer van de SGP die deze motie indiende, heeft gelijk. Klimaatbeleid is een zaak van de politiek en niet van de rechter. Ik zou zeggen: aan de slag ermee. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.